kregen vanmorgen om 2:15 ongeveer de melding dat er in Tolbert bij een unit van de Rabobank een explosie was geweest, of vermoedelijk een explosie was geweest. Dat betekende dat er vermoedelijk een plofkraak heeft plaatsgevonden in Tolbert. We zijn ter plaatse gegaan en omdat het een explosie betrof is ook de brandweer ter plaatse gekomen. En de collega's die troffen een opgeknalde geldautomaat aan en er kwam nogal wat rook uit. Dus we hebben iets van de veiligheidsmaatregelen genomen. Omdat er vermoedelijk sprake is van explosieven. Er zijn een aantal woningen rondom de automaat ontruimd. Vervolgens hebben we samen met de forensische opsporing een onderzoek ingesteld om te kijken of er nog spullen waren achtergebleven. En dat was dus niet zo. En daarna gaat de forensische opsporing ook een verder onderzoek instellen naar de verder mogelijke oorzaak van deze explosie. We hebben geen verdachten aangetroffen. We hebben ook nog geen getuigen gesproken die in al gezien hebben. Het is één persoon die mogelijk iets gehoord heeft, maar we hebben geen verdachten nog of geen beeld van verdachten. Wij wachten even tot de forensische opsporing zijn werk gedaan heeft en dan kan de straat weer vrijgegeven worden. En vervolgens gaan we met de mensen van de Rabobank kijken van of er eventueel buit gemaakt is of niet.